Staatsbosbeheer waarschuwt wandelaars, hardlopers en fietsers om niet het bos in te gaan. Er liggen omgewaaide bomen over de paden en er zijn nog veel loshangende takken die nog naar beneden kunnen vallen. Ja, we zijn nu aan het inventariseren. Waar ligt allemaal hout? Wat is er precies aan de hand? Waar liggen de gevaarlijkste dingen voor ons publiek? Want we willen zo snel mogelijk de parkeerplaatsen weer beschikbaar krijgen. Wandelroutes vrijmaken van niet alleen van omgevallen bomen, maar ook inspecteren op takken die nog in de bomen hangen. Die kunnen naar beneden vallen op een later moment, zeg maar, met een beetje meer wind. En maandag gaat het weer waaien. Dus we gaan eerst het bos veilig maken. Dus het advies is ook, blijf even uit onze bossen. Geef ons de tijd om het weer veilig te maken. En wees dan weer welkom. Dat zou je hart wel zeer doen, denk ik, hè? Want je wilt juist de mensen oproepen om naar het bos te komen. Hè? Ja, lekker genieten in de natuur. Dat is natuurlijk heel gezond voor je geest en voor je lijf. Maar ja, het moet wel veilig kunnen. En dat is nu even het is nu even onveilig, laat ik het zo zeggen. Ja, hoe lang ben je ermee bezig? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat we wel een week 14 dagen nodig hebben om in ieder geval een aantal wandelroutes weer te inspecteren. Dan zullen we ook communiceren in de pers waar het dan weer veilig is. En het hele bos hebben we zeker nodig tot 15 maart. Dan begint het volgende broedseizoen. Dan stoppen we in principe ook weer met zagen. Op een deel van in het bos is het nu ook te nat om met machines te gaan oogsten. Dus die stormbomen zullen we ook laten liggen tot na het broedseizoen. Dat is nu een beetje het gevoel dat ik erbij heb, zo een eerste indruk. Dat we dan half juli, begin augustus, dan de draad weer oppakken.